heeft, nou, je moet maar echt naar de Nederlandse tweeling video kijken, want dan lach je. Dan lig je in een deuk. Het is toch wel echt grappig. Want je moet niet altijd serieus zijn en vandaar dat ik een beetje in een deuk lig. Jullie hebben de kaart, de themakaart, geloof in je dromen. Hier zie je ook de oneenige teken van oneenigheid. Niet de oneindigheid, sorry, is weer slecht Nederlands. Hier zie je dat het meisje, die heeft hele grote dromen en die vraagt de universum en de engelen om haar te helpen, om haar dromen of doelen te manifesteren. En ze staat in het pure licht. En ik zie ook weer een hart om haar heen. Zo, ze wil iets wat haar lief is waarmaken. Jullie zitten ook in een transformele periode, want er zijn ook vlindertjes om haar heen. Ze, wees niet bang als je in een rare periode zit op dit moment, want je krijgt een nieuw begin. De volgende kaart laat ook zien dat je een nieuw begin krijgt, want je hebt hier de oordeel. En het zegt in Engels nieuw begin. Hoe duidelijker kan dat wezen? Hier zie je een gezin. Eigenlijk in de traditionele kaart zie je ook dat het gezin uit een graf staat, opstaat. En dat ze weer herboren zijn, een nieuw begin. En ze zijn beschermd door de engel die in de lucht hangt. Zo, deze engel is Jeremiel. En vraag hem om hulp. Zit je even in een rotperiode. Maar de laatste loodjes zijn het zwaarste. En even de tanden op elkaar en even er doorheen werken, want je krijgt echt goede resultaten. Je voelt ook veel gelukkiger in met meerdere mensen, zoals in een gezin. En kijk welke weg je wilt kiezen. Want je ziet ook dat je kan deze weg gaan en je kan die weg gaan. Zo, geloof in je dromen en vraag voor hulp aan je engelen of mensen om je heen. Die je kunnen goede raad kunnen geven om verder te komen. En dit wordt eigenlijk bevestigd door de 8 van Michiel. En dat is de 8 van zwaarden. Je ziet het eigenlijk even niet zitten. Je weet niet welke pad je moet kiezen. Maar duw dat hek open. In de traditionele tarotkaarten is het een meisje met een blinddoek. En die is vastgezet met ribbons, hoe noem je dat? Nou ja, niet met touwen, maar gewoon met lappen en ze voelt zich gevangen. En ze zit in een cirkel van zwaarden. Maar je kan door die zwaarden, je kan de lappen eraf gooien en je kan door tussen de zwaarden wringen om toch op je pad te komen. Hier zie je dat het afgebeeld is met een stuk touw. Ze heeft haar voet in, maar ze kan ook haar voet optillen. En eruit stappen. En de hekken staan open. Zo, het nieuwe begin is daar. Wees er bewust van. En kies je pad. Als je niet weet wat voor pad je moet kiezen, vraag het even. Ga even rustig zitten. Ga mediteren. Ga rustig nadenken met een rustig muziekje, met een kopje thee. En het antwoord komt heus wel naar jou. En desnoods, maak een lijstje van pro's en cons. Ervoor en tegen. En weeg het af. En je wordt ook geholpen en gezien door de koning van de eenhoorns. En dat is Pegasus. En Pegasus, die heeft de kennis. En die is goed, omdat hij koning is, weet hij waar je doorheen gaat. Hij heeft het bereikt. Hij kan goed delegeren. Hij kan goed nadenken. En je krijgt ook nieuws waarschijnlijk van een nieuw begin. En of misschien een ondersteuning. Zo, wees bewust dat je er niet alleen voor staat. Hij zegt, gedraag je op de juiste manier met etiket en je wordt geholpen. Kies het goede pad, wees niet bang, je bent niet alleen. Ik hoop dat je deze lezing
leuk hebt gevonden, registreer even hier beneden en dan word je genotificeerd wanneer er nieuwe video's geplaatst zijn of als er een live sessie gedaan wordt. Als jullie gisteravond of eergisteravond aanwezig waren bij de live sessie, dankjewel voor de steun. Het was gigantisch gezellig. Ik noem het eigenlijk mijn chatroom of theekamer. En je kan gerust nog een bakje pakken of een glas water. Lekker zitten kijken of meegenieten met de vraag te stellen. Het was waanzinnig gezellig. En ik dank je wel voor je steun en ik hoop je weer te zien. Tot volgende maand.